Hoi, beste kijkers, leuk dat jullie kijken naar een nieuwe video. Vandaag geen visvideo, het heeft wel met vissen te maken. Zoals je ziet sta ik in een mooi hokje. Ga ik helemaal inrichten met visspullen. Mijn eigen vishokje als het ware. Maar ja, die hengels liggen daar maar een beetje op de vloer. En dat, dat vind ik niet mooi staan. En ik heb ook zo gauw geen houder. Dus ja. Wat ga je dan doen als je geen houder hebt? Ga je even een houdertje zelf maken? Dus ik ga vandaag jullie meenemen op avontuur hoe ik een hengelhouder maak. Dus jullie gaan het zien. Nou, ik ben net even naar de Praxis gereden. Even hout gehaald. De PVC buis, die heb ik gehaald. Die ga ik in stukken zagen waar de hengels in kunnen staan. Dan heb ik hier nog een paar van die houdertjes. Die klik je op het hout zodat de PVC buis vast blijft zitten. Dus ja, we gaan het wel zien. Nou, de auto moest vandaag voor de APK, dus ik had ook niet echt een vervoer om te vissen en het weer is niet helemaal lekker. Dus ja, dan maar even met vissen bezig, een steuntje mekaar maken is altijd leuk. Nu ga ik met een klein lineaaltje ongeveer 10 stukjes hieruit halen. Die ga ik dan afzagen en als ik daarmee klaar ben, dan kom ik weer bij jullie. Zo, de streepjes zijn gezet. 10 stuks, dus dat komt goed uit. Ik heb goed afgemeten, gelukkig. Dus dan kunnen we beginnen met zagen. Ja, zulke kleine stukjes worden het ongeveer. En daar komen dan die hengels zo in te staan. Dus ik ga ze allemaal even afzagen. Zo, alle 10 stukjes zijn klaar. Ze zijn ongeveer op een gelijke hoogte, dus daar ben ik wel blij mee. Dus dan gaan we ze zo aan het hout monteren en dan kom ik weer bij jullie terug. Met deze ringetjes komen ze vast te zitten als het ware. Kijk, zo had ik dat bedacht. Dan staan ze mooi vast, kunnen de hengels er mooi in. Dan heb je een hartstikke mooie steun. Nou, ik ga ze er even op schroeven. Erop te zitten. Is het mooi stevig? Nou, dit komt dan op de grond staan, dus nu kunnen ze nog zo, maar als het op de grond staat, niet meer. Dus, nou, dat is toch ideaal voor een hengels in te zetten. Dus de plankje gaan we vol maken. Even de schroeven er doorheen jatsen. Alle ringetjes zijn erop geschroefd. Ziet er naar mijn doen best wel netjes uit. Ik ben geen bouwvakker. Mijn vader is wel bouwvakker, dus misschien heb ik het toch in mijn genen zitten. Dat weet ik niet, maar het ziet er wel netjes uit. Straks komen we daar dan die buisjes in, dan komen die hengels in. Dus ik zie dit wel helemaal goed komen. Ik probeer er nog even een paar pootjes onder te maken, zodat die lekker recht blijft staan. Ja, dus dat ga ik even doen. Nou. Voor de poot had ik overbleven hout door de helft gezaagd. Ze zijn allebei precies even groot. Heb ik, kijk aan de zijkanten, zo van boven naar beneden de schroeven er doorheen gejatst, of geboord, laat wil ik zeggen. Dat die lekker vast blijft zitten, en dan ga ik hier nog even doen. Zo, pootjes eronder. Ze blijven hangen, dat is wel een goed teken. Dus ja, dit is eigenlijk een beetje het idee. De PVC buisje er zo nog even in doen en dan heb je een beetje het idee van wat mijn eigen gemaakte standaard voor hengels is. Het is echt simpel om te doen. Dit is het eindresultaat. De hengels staan erin. En ik ben er nog geen uur mee bezig.
Het is een hartstikke makkelijk ontwerp. Hartstikke leuk om te doen. Dus ja, zo zie je maar weer dat het niet altijd moeilijk hoeft te zijn. Dus nu hebben we een mooi vishokje. Een beetje ingericht. Dus een beetje overzichtelijk. Hou ik wel van. Ja, ik ben er blij mee. Zo, dat was hem weer voor vandaag. We hebben een mooie hengelstandaard gemaakt. Het is hartstikke simpel om te doen. Nou, vond je dit nou een leuke video? Doe een blauw duimpje omhoog. Abonneer op ons kanaal. En laat een reactie achter als je dat leuk vindt. En dan zeg ik tot de volgende keer. Joejoe!